Vandaag ben ik dokter Alex en werk ik in een ziekenhuis. Alleen moet ik natuurlijk wel bij het ziekenhuis naar binnen gaan. Het is namelijk mijn allereerste werkdag en ik ben al veel te laat. Dokter, het spijt me. Ik ben veel te laat. Ga snel aan het werk. Ga naar de operatiekamer boven. Ik ga al zo snel ik kan. Ik lijk echt op een echte dokter zo met deze mega dokter Shell. Sterker nog, mijn hoofd komt er bijna niet bovenuit. Waar is mijn kantoor? Had die dokter niet kunnen vertellen waar ik heen moet tenminste? Ik ben hier toch nog nooit geweest? Tenminste, oké, misschien wel één keer toen ik baby Alex was en net geboren was. Ik ben namelijk geboren in het ziekenhuis. Patiënt 1. Oh nee, het is een villager en hij heeft een pickaxe in zijn mond en een emerald in zijn neus. Je moet ook geen emeralds in je neus doen. Hier, laat me even helpen. Oh nee, het bloed. Oeh, fix ik het bloeden. Oh nee, ik heb helemaal niks hiervoor. Ik moet en zal een pleister vinden. Die pleisters liggen vast en zeker wel hier beneden, zou je denken, toch? Hallo, is hier pleister? Nee, hier is geen pleister. Is hier een pleister? Ja! Pleister. Oh, ik heb een pleister. Meneer, kom eraan. Wat is uw naam? Oh ja, ik kan niet praten. Hij zit een klein beetje onder narcose. Dat is dus een speciaal middel wat je kan nemen tegen de pijn. Oh, ik raak helemaal in de stress hier, zoals dokter. Nu moeten we kijken of we deze emerald uit zijn neus kunnen verwijderen. Niet mee in je neus peuteren met een emerald, oké? Ik snap überhaupt niet waarom je iets in je neus zou doen. Dat is niet helemaal... Eeuw. Eeuw, gadziekdarrie, is dit dan allemaal snot? Ik leg dit heel eventjes weg in de kist, oké? Ik heb niet zo heel veel zin om allemaal met snot in mijn hand te zitten. Oh nee, we moeten de patiënt opensnijden. Dit is ons enige redmiddel om hem te redden dan tenminste. Oké, daar gaan we dan. Ik heb letterlijk een stuk van zijn buik in mijn hand. Dit hoort niet helemaal goed te zijn, denk ik zo. Oh, wacht eens even. Meneer de villager heeft een stukje goud in zijn buik. Oh, hij heeft een emerald in zijn neus. Goud in zijn buik. Leeft deze man in het geld? Zwemt hij in het geld? Heeft hij het per ongeluk doorgeslikt? Ik heb namelijk nog nooit een stuk goud in mijn buik gehad. Ik haal het er wel heel graag voor je uit. En ik hou dit stuk goud. Net zoals die emerald trouwens ook. Nou, dan doen we jou weer dicht. En dan kan je weer weglopen zonder je goud. Dank je wel voor de betaling. Dan leg ik deze eventjes in mijn geld. Wat doe jij hier? We hebben hier een Iron Golem. En de enige manier om deze Iron Golem te redden, dat is... Wacht eens even. Eureka! Ik weet het. Ik heb dit geleerd op de dokterschool. Wat je namelijk moet doen om in het lichaam van een Iron Golem te komen als dokter zijnde, is je hebt natuurlijk zelf een supersterk pak nodig. Er zitten namelijk allemaal gekke chemicaliën in een Iron Golem en daar wil je niet zomaar in. Wat je nodig hebt om jezelf te beschermen, is een pak van daadwerkelijk Iron Armor. En dat Iron Armor kunnen we, als het goed is, vast en zeker hier beneden wel ergens vinden. Oké, laten we nog niet naar de Nether gaan. Ook niet naar de End. Daar wil ik echt niet heen. Kunnen we hier niet wat iron vinden? Oh, jeetje mineetje. Dit zal vast en zeker helemaal goed komen. Ik kan hier alle blokken hakken die ik wil. Ook al weet ik nou niet helemaal of dit de bedoeling is. Ik hak er tenminste een paar en oh nee. Er zitten allemaal kamers. Ik moet dit maar snel dichtbouwen. Maar ik heb tenminste wat iron blokken kunnen pikken. Die zaten daar gewoon ondergronds. Ik weet niet wat dit ziekenhuis voor geheimen bewaart. Maar we hebben er tenminste een klein beetje gebruik van kunnen maken. Zodat we de armor kunnen gaan maken. We hebben natuurlijk nodig een nieuwe chestplate. We hebben nodig een nieuwe broek. We hebben een helm nodig om de Iron Golem in te kunnen. En we hebben ook nog schoentjes nodig. Dan doen we deze uit. Dit allemaal eventjes aan. En oh! Perfect. Maak een shrink device, zodat je jezelf kleiner kan maken en de Iron Golem in kan. Dat is vast en zeker iets wat ik wel kan. Hoe maak ik ook alweer een shrink device? Dit is ook iets wat ik ooit een keer op school heb geleerd. Ik heb alleen nog nooit een Iron Golem geopereerd, oké? Ik heb alleen alle verhalen gehoord over alle gekke chemicaliën en zo die erin kunnen zitten. Oh, daar staat hij. Een shrink device. Ik heb één blokje wol nodig. Ik heb een paar stukjes iron nodig en ik heb goud nodig. Gelukkig is goud wat ik heb. Hilde, ik hoef niet die snot te hebben. Ik heb goud, ik heb iron. Enige wat ik nodig heb, een stukje wol. Gelukkig kan ik hiermee een schaar maken. Misschien is er een schaapje die ik ergens kan knippen. Even vast. Ze hebben het vast wel warm, die schaapjes, zou je denken, toch? Ik bedoel, iedereen zou wel een knipbeurt willen. Gratis knipbeurt, gratis kapper. Ik ben hier! Oké, ik ben eigenlijk een dokter. Vandaag ben ik een kapper. Laten we maar niet die bij daar gaan knippen. Als we zijn vleugels eraf knippen, dan wordt hij heel boos. Sterker nog, dan kan hij nooit meer vliegen van zijn leven. Dan kan hij ook geen honing meer maken. Die bij voelt zich dan wel heel nutteloos, denk ik. Ik zie een koe, ik zie een paard. Nou ja, dat paard staat dan niet hier, dat paard staat daar. Maar waar zijn de schapen? Er zijn ook superveel ezels. Je kan letterlijk nooit vinden wat je nodig hebt in Minecraft. Stel, je hebt leer nodig, vind je nooit... Oh, ik neem alles terug wat ik zei. Ik zie daar namelijk hartstikke veel schapen. Niet in het gat vallen, alsjeblieft, Alex. Jij wordt geknipt. Jij bent de gelukkige. Ik ga het wol wel voor wat goeds gebruiken, oké, meneer het schaap? Het is niet dat ik zomaar naar je toe kom om het van je te stelen, echt niet. Oh, en ik begin ook wel een beetje honger te krijgen. En ik als dokter zijnde moet natuurlijk ook gewoon kunnen eten, weet je. Het spijt me, koe! Oh, nee!
Het was helemaal nooit mijn bedoeling dat ik jou in elkaar moest slaan. Maar ik heb gewoon eten nodig, oké? Okay? En hij geeft me één stukje vlees. Oké, okay, dan moet je zusje er ook aan gaan. Het spijt me, oké? Okay? Maar ik moet echt eten hebben. Anders kan ik mijn patiënten niet redden. En dan gaan er nog veel meer doden komen dan alleen jullie. Oh, oeps, dat was een beetje hoog. Het is voor het goede doel, koei. Koe, waar, oh, waar was mijn ziekenhuis ook alweer gebleven? Die kant op. Dat weet ik, want ik ben een dokter en dat is mijn werk. Oh, en nu staat er hier ineens voor de deur een schaap, hè? Had ik helemaal niet om hoeven te lopen. Hallo, kip. Ik heb ook een kippenshirt aan. Die ik kan kopen op www.uitslijnshop.com. Er zit zelfs een handtekening bij die ik zelf getekend heb. Dat moet ook wel, dat een handtekening. Anders is het geen echte handtekening. Ik heb honger. Oh, dit gaat zo lang duren voordat ik een vol buikje heb zometeen. Wacht eens even. Je hebt hier een hele cafetaria. Oh nee, onze patiënt zit hier nog op ons te wachten. Hij zit vast en zeker te wachten tot we hem eindelijk gaan redden. Ik hoop dat hij een beetje een goede nachtrust heeft gehad vannacht. Want dit gaat een lange dag worden voor hem. We hebben namelijk een shrink device en oké, okay, daar gaan we dan. Patiënt 2, Iron Golem. Hiermee kunnen we in de Iron Golem gaan en... Wow. Oké, okay, ik ben nog letterlijk nog nooit in een Iron Golem geweest, maar... Ik zie nu wel in waarom ze altijd een iron en een bloemetje droppen. Iron Golems zijn gemaakt van iron, staal, koud staal en liefdevolle bloemetjes. Daarom willen ze namelijk ook de village helpen totdat je ze slaat. Dan sla je namelijk een bloemetje in hun hart kapot. Iron Golems hebben ook gevoelens, oké? Okay? Power down de Iron Golem. Oké, okay, hoe gaan we dit... Oh, nee. Hoe zorgen we ervoor dat de Iron Golem geen kracht meer heeft? Wacht eens even. Stroom uit! Wacht, ja, dit werkte! De stroom is uitgevallen. Waardoor we nu naar de controlkamer kunnen gaan. Hier kunnen we... Auw! Alles bedienen van de Iron Golem. Laat me met rust, laat me met rust. Hallo. Oké, okay, dit is de infectie. Dit is een bacterie. Oh nee. Het is niet de bedoeling dat jullie de Iron Golem van binnenuit opeten. Hij heeft jullie niks aan gedaan, oké? Okay? Oh, we moeten snel de Iron Golem weer aanzetten. Nu we binnen zijn gekomen en alle bacteriën hebben vermoord, kunnen we hem weer aanzetten en kunnen we uit het lichaam. We hebben het gedaan. Meneer de Iron Golem, je bent gered. Het is tijd om mijn scalpel te gaan upgraden. Als echte dokter zijnde heb je natuurlijk ook een betere scalpel nodig. We kunnen later zelfs een Ender scalpel kopen. Dat is zo cool. Trouwens, wacht eens even. De Ender scalpel is de scalpel die we nu nodig hebben. Onze volgende patiënt wordt namelijk een Enderman. Oh nee, ik hou helemaal niet van Endermans. Wat zijn de spullen die we moeten verzamelen? Een stok, een stukje iron en een enderpearl. Hoe kom ik hier ooit aan een enderpearl? Heb jij niet gewoon een enderpearl voor me, meneer de dokter? Dat zal het leven een stuk makkelijker maken. Dank u wel. We hebben een enderpearl. Dat is alles wat ik nodig had om een goede dokter te zijn. Oké, okay, en misschien ook nog een stokje. Maar die kunnen we zo krijgen, oké? Okay? Als ik gewoon deze boom eventjes weghoud bij mijn blote vuisten. Ah, dat doet pijn aan mijn vuisten. Gelukkig heb ik heel veel pleisters boven liggen, waarmee ik mezelf vast en zeker hartstikke goed kan gaan redden. Hoop ik dan tenminste. Pleisters laten de pijn niet weggaan, tenzij er een coole Spider-Man sticker op staat. Of een soort ooglapje pleister. Dan lijk je net een piraat. Dat is ook zo cool. Laten we het hout alvast hierin doen, zodat we alvast een stokje kunnen maken. En zodat we natuurlijk eindelijk onze nieuwe scalpel kunnen gaan upgraden, zodat we de Enderman kunnen gaan redden. Ja, daar gaan we dan. Oh, nee. Meneer de Enderman, wat is er gebeurd met je benen? Je hebt je benen gebroken. Dat ziet er zo niet fijn uit. Auw. Heb jij ooit iets gebroken in je lichaam? Laat het weten in de reacties. Ik heb een keertje mijn arm een klein beetje gebroken door skateboarden. Ik denk dat deze Enderman misschien hetzelfde heeft gedaan als ik er weer zo bij zitten. Ik zou niet meer skateboarden als ik jou was. Maar we moeten je benen eraf halen. Oh, nee. Hij ziet er zo niet als een Enderman uit. Laten we maar een nieuw paar benen maken. En voor die benen heeft hij heel veel botten nodig. Heb ik hier ergens botten liggen? Oh nee, dit gaat betekenen dat ik zeker naar buiten moet gaan. Om botten te zoeken, zodat jij weer in leven kan blijven. Oh, en het zijn nog veel botten ook. Liggen hier geen botten? Alleen maar pleisters? Wacht. Misschien dat we in de Nether bone blokken kunnen vinden. De Nether is namelijk de perfecte plek daarvoor. Wacht eens even, dit is wel zo'n gebied waar ze kunnen liggen. Oh, maar volgens mij kan je van boonblokken alleen maar bone meal maken. Ze zijn er wel. Ik zie daar heel veel boonblokken. Maar als ik dit ga hakken, krijg ik dan... Oké, okay, ik krijg een bottenblok. Oh, je krijgt alleen maar bone meal. Ik ben letterlijk alleen maar voor bone meal hier naartoe gegaan. Helemaal naar de Nether. Oké, okay, slecht idee. We gaan snel terug naar buiten. Hier hebben we namelijk net aan helemaal niks aan. Misschien dat ik buiten wel wat skeletons kan vinden. Voor skeletons zou ik vast en zeker wel wat botten kunnen krijgen, zou je denken. Ik heb trouwens ook wat broodjes gepikt. Die had ik namelijk wel nodig. Oh, het is zo donker hier. En ik zie, het is een kip!
Ik dacht altijd een skeleton. Oh, wow. Daar staat een skeleton en eentje is net gedespawned. Deze oh, er staan heel veel skeletons. Oké, daar gaan we dan. Kom op, Alex. Je kan dit. Je bent hier getraind. Oké, rennen. Oké, die skeletons zijn best wel sterk. Laten we gewoon kijken of we de zombie kunnen ontwijken. En alvast alleen de skeletons kunnen... Hé, wacht. Ze vechten met elkaar. Dat is perfect. Oké, kom op. Geef me botten. Ja. Ik heb de botten! Oké, snel terug naar huis. Ik bedoel het ziekenhuis. Zodat we van deze Enderman wat nieuwe benen kunnen geven. Oh, er is er nog eentje. Oh nee. Ik heb jou niet meer nodig. Ik heb alle botten al die ik nodig heb. Het enige wat ik wel nodig heb is een nieuw broodje. Anders dan ga ik zelfs aan, namelijk zo meteen ook dood. En dat wil ik echt niet hebben, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is deze botten hier erin te zetten. Oh nee. Oh, ik dacht heel veel dat ik er eentje te weinig had. En ik heb nieuwe benen voor meneer de Enderman. Meneer de Enderman, u gaat vast en zeker hartstikke blij met me zijn. Uh-oh. Dit was blijkbaar niet alles. De Enderman heeft nog een probleempje waarvoor we hem moeten opensnijden. Wow, wacht eens even. Dat is het hart van de Enderman. Moeten we hier nou ook wat uitsnijden? Ja. Ik heb een inactive core. Deze moet ik heractiveren door met mijn rechtermuisknop erop te drukken. En oh... Wegwezen. Oh nee. Ik kom even bij de buurvrouw kijken. Ik heb een half hartje. Dit is foute boel. In Enderman zit blijkbaar een kwade kracht. En die kwade kracht wil me gaan vermoorden. Dat terwijl ik zijn buik nog in mijn hand heb. Hij dat zal toch niet denken dat... Oh nee, daar staat hij nog. Oké, wacht eens even. Ik heb een idee. Hij is niet groter dan 2 blokken. Als hij hierheen komt, dan kan ik hem de hele tijd slaan. Op die manier moet ik hem wel kunnen verslaan. Hier komen Enderman. Ja! Ik heb een nieuwe core gekregen. Een actieve core deze keer. Oh, ik heb helemaal kippenvel. Zo spannend vond ik het net. Maar deze kunnen we nu in de Enderman zetten, zodat hij weer tot leven kan komen. We moeten hem nog even te dicht maken. Daarvoor pak ik heel even wat naalden en hechtingen erbij. Oké, meneer de Enderman, doe maar alsjeblieft iets aan. Het is een creeper! We moeten de creeper helpen! Oké, dat is best wel nieuw eigenlijk. Craft a pair of wire cutters. We hebben een schaar nodig, maar een speciale schaar. Niet de schaar die ik eerder al had. De schaar die we nu namelijk nodig hebben is een wire cutter. Oké, daar kunnen we de schaar die ik al heb wel voor gebruiken. Heeft iemand hier ergens toevallig nog wat goud opgeborgen liggen? Een van mijn collega's misschien? Misschien hier ergens? Ik bedoel, wat zou een goede plek zijn om dit te verstoppen in de wc? Wacht eens even, is dit een wc? Oh, er heeft letterlijk iemand goud gepoept. Waarom heet al deze mensen goud? Dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar als je goud kan kakken, dan vind ik dat allemaal prima als ik het daarna maar mag hebben. Laten we de wirecutter gaan maken door deze hier neer te zetten en deze daar. Bam, we hebben hem. Hiermee kunnen we namelijk de creeper gaan openmaken. En kunnen we een kijkje nemen in de buik van de creeper, zodat we hem kunnen gaan redden. Oh, nee. Oké, ik wist niet dat de buik van de creeper eruit zag als een hele grote snotterige bom. Er ligt letterlijk allemaal snot aan de muren hier zo. En we moeten een bom deactiveren. Knip de draadjes open in de juiste volgorde. We hebben verschillende kleuren namelijk. Oh nee. We hebben een geel draadje, een blauw draadje, een rood draadje en een groen draadje. Ik denk dat we gewoon... welke moeten we als eerst doorknippen? Weet je, je zou denken... Wacht. Geel, blauw, rood, groen. Geel, blauw, rood, groen. Geel, knip, blauw, rood, groen. Ik weet niet hoe dit werkt, oké? Misschien dat we gewoon alle kabeltjes eruit moeten gaan halen. Op deze manier zijn er namelijk geen dingen meer waarmee het open kan gaan. En we hebben overal 4 van. Waarom hebben we overal 4 van? Oké, ik dacht heel veel dat de bom open ging. Maar we hebben het denk ik gedaan. Oh nee. We moeten nu al die groene smurrie uit zijn lichaam laten verdwijnen. Blijkbaar is dat radioactief. Het is dus geen creepersnot. Het is radioactief creepersnot. Ja, het blijft snot. Ik zal het snot blijven noemen, want het is gewoon snot. En het lijkt op snot. En het ruikt als snot. En het voelt als snot. En het is plakkerig als snot. En het stinkt als snot. Had ik al gezegd dat het lijkt als snot. Dit is de laatste, denk ik. Hebben we er eentje gemist? Oh nee. Er zit er nog een snottenbel boven. We hebben hem. Laten we snel weggaan uit dit lichaam. We hebben de creeper gered. Wat we nu moeten doen is een raar dier buiten vinden. Wat ik dat daarvan vind, ik weet het niet. Maar er is blijkbaar een dier buiten wat heel erg veel hulp nodig heeft. Sterker nog, dat wordt mijn allernieuwste patiënt. En, oh. Jij ziet er inderdaad wel uit alsof je een beetje ziekjes bent, koe. Je hoort volgens mij helemaal niet rood te zijn. Oké, snel aan het werk. Wacht eens even. Het is een koevarken! Je weet wel, een combinatie tussen een koe en een varken. Geeft hij dan melk of eet hij dan alleen maar gras? En... Oh, verrolt hij juist alleen maar in de modder? En... Oké.
Ik denk dat de ene kant van deze koe melk geeft. De andere kant van deze koe varken geeft bacon. Hoe gaan we ze ooit uit elkaar halen? Heb ik daar deze wirecutters voor nodig? Of een scalpel? Wacht eens even. Inderdaad, we kunnen ze uit elkaar halen. Dit is het hart van de koe. En het is gemengd met het vlees van het varken. Omgedraaid is dat ook het geval. Wat we moeten doen is we moeten al deze stukjes vlees van de koe bij de koe zetten. En van het varken laten waar die thuis hoort. Ik bedoel, jullie horen niet één dier te zijn, oké? Okay? Jullie zijn best wel maf aan het doen. Ik denk dat het nu gelukt is. Al het vlees is weer normaal. Ja, het varkentje en de koe zijn weer los van elkaar. Wacht eens even, er is een patiënt aan het wachten. Waar is deze patiënt aan het wachten, als ik vragen mag? Het is namelijk een warden en ik denk dat er maar één optie op zit waar die kan wachten. Hey, warden. Ah! Ik ben er. Hey, warden. Ik hoorde dat je hulp nodig had. Ik weet niet of ik hier nou echt wil zijn. Ik bedoel, dit is nou nooit echt mijn favoriete plek om te zijn op een dag op de aarde, inderdaad. En wat is dit? Kan ik hier op drukken? Oh, nee. Liberate the warden. Oh, nee. Wacht eens even. Hij is doof. De warden kan niet meer goed horen, dus je moet met belletjes rinkelen. Daarmee kan je hem namelijk gaan lokken. Oké, warden. Hoor je deze bel? Oké, die bel hoort hij. Dat is fijn. We gaan jouw gehoor weer op de proef stellen, warden. Zodat jij uiteindelijk weer iedereen bang kan maken, denk ik. Oké, en we ringen nog even aan die bel. En heb je deze bel al gehoord, meneer de warden? Oké. Ik denk dat die nu weer gerepareerd is. Laten we snel terug gaan naar het ziekenhuis. Het liefst kom ik daar ook nooit, maar dan ook nooit meer terug. Zeker nu die warden weer daadwerkelijk kan horen. Hij had gewoon allemaal smurrie in zijn oor, denk ik. Dat mag ook wel, want die man is nooit buiten geweest in zijn leven. Sterker nog, ik had één keer een feestje gegeven. Hartstikke leuk feestje. Wat is zelfs een suikerspinmachine? En wie kwam er niet opdagen? Meneer de warden. En waarom niet? Omdat hij veel te veel bezig was om voetbal te kijken in dat oude stoffige hok van hem. Patient 7. Het is een spin. En deze spin heeft een probleem. Zijn web doet het niet. En een spin zonder web is net als een creeper zonder explosie. Nutteloos. Hoe gaan we de webshooters fixen van deze spin? Ik denk dat ik dit heel eventjes goed moet gaan... Oké, meneer Spin, weet je, het is allemaal onder controle. Dit was helemaal niet de bedoeling, maar ik heb het gevoel zomaar zo dat hij het eigenlijk best wel doet. Sterker nog, ik heb nog nooit een spin met zoveel spinnenwebben gezien. Dit is niet normaal. We moeten dit gewoon een paar keer blijven doen, meneer de spin. En op die manier ben je weer gerepareerd. Ga naar de Nether en vind je volgende patiënt. Dat is nou niet echt bepaald iets waar ik heel erg veel zin in heb. Sterker nog, ik heb niet eens mijn doktersjas aan. En die moet ik wel aanhouden. Anders weet dat spook zo meteen misschien niet dat ik zijn dokter ben. En dan vermoordt hij me nog. Oké, tijd om de Nether in te gaan. En om dit spook te redden. Ook al doe ik dat liever niet zo graag. Meneer het spook, wat is er met je gebeurd? Oh nee, we moeten zijn defensiesysteem verwijderen. Dat is niet de bedoeling. Ik wil je dood hebben. Ik wil niet dat je me aanvalt, oké? Oh nee, nu komen er allemaal kleintjes zeker. Maar die kan ik makkelijk aan met mijn scalpel. Wat we nu moeten doen is we moeten het brein gaan bedienen van de geest. Daar zit namelijk de vuurbalschieter in. Alleen moeten we dit dus op een bepaalde manier draaien dat het brein weer geconnect is met de vuurbalschietertjes. En dat kunnen we doen op deze manier. Door dit op de juiste manier overal te draaien, geven we namelijk een hartstikke mooi signaal door. Boom! Naar de vuurbalschieters. Dan hebben we nog 5 stukjes gunpowder nodig. En ik denk dat dat nog wel iets is wat we hebben overgehouden van die creeper daarnet. Dus als we dit nou gewoon aan jou geven. Zo er bovenop. Hier, neem het aan. Hier, neem er nog één. Ja, het is gelukt. We kunnen terug naar het ziekenhuis. We hebben bijna alle patiënten gehad. Wacht eens even. Waarom staat er dat patiënt 9 van de 10 een wither is? Je gaat me toch niet vertellen dat er een wither hier is? Oh nee. Maak een witherbone. Hoe maak je een witherbone? Wacht, waar staan die überhaupt? Daar zo. We hebben kool nodig en een bot. Een bot hebben we. Het enige wat ik nog nodig heb is kool. Denk dat we dat hier wel beneden kunnen vinden. Ergens in de opslagruimte waar ook de pleisters liggen natuurlijk. Maar ik weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Laten we gewoon hier een klein beetje gaan hakken. Dan zouden we toch vast en zeker wel kool moeten vinden. Of we kunnen een cave bovengronds vinden. Dat is veel makkelijker. Daar kunnen we vast en zeker kool gaan vinden. Ik ben een genie. Ik weet het. Ik ben ook een dokter. En dokters zijn meestal genieën. Moet ik alleen wel eerst kool gaan vinden hier ergens. Zou er in deze cave wat kool liggen? Ik bedoel, dit is wel... Ja, dat heb ik nodig. Dankjewel. Het zijn er
2. Meen je dit nou? 2 stuks? Ik heb nog nooit zo weinig kool bij elkaar gevonden als nu, denk ik. Normaal zit er namelijk echt veel meer kool bij. Maar dat is vandaag dus blijkbaar niet het geval. Ik zie er nog een cave boven. Misschien dat het daarin wel ligt. Hier kunnen we namelijk nog een klein beetje naar beneden. Misschien dat als we hier wat hakken. Maar nee, het ziet er niet zo naar uit alsof het daar gaat liggen. Oh, onderwatercave. Hier zouden we vast en zeker wel wat moeten vinden. Oké, hier hebben we er nog 2 van nodig, dacht ik. Dat is ook alles wat ik mee ga nemen. Want ik ga niet mezelf helemaal laten verstikken hier zo onder water. Omdat ik een extra stukje kool wil meenemen. Terwijl ik dat waarschijnlijk niet eens nodig ga hebben. Terug naar het ziekenhuis. Meneer de Winner. Je komt eraan hoor. Ik heb alles wat ik nodig heb om je te repareren. Een extra bot. Want je hebt je vorige blijkbaar gebroken. Omdat je op je step was gaan rijden. En daarna bent gestruikeld. Oh, wacht eens even. Je mist ook een hoofd. Je hebt het echt hard gestruikeld van je step, hè? Of niet? Oké, die moest daar. En dan hadden we dit hier eromheen nodig. Oh, we hadden maar 3 stukjes kool nodig, blijkbaar. Oké, dan kan ik deze jou geven. En dan... Oh, nee. Op dat blokpot moet blijkbaar nog een hoofd zitten. En waar, oh waar, haal je een nieuwe Winner Skull? Die haal je waarschijnlijk ergens in de Nether. Ik kan me namelijk geen andere plek voorstellen waar ik een nieuwe Winner Skull kan gaan vinden. Dus laten we die maar gewoon heel even gaan zoeken in de tussentijd. Oh, waar kan dit allemaal... Waarom ben jij hier? Waarom ben jij hier? Jij hoort niet in deze wereld thuis. Oké, hij hoort wel in deze wereld thuis. Maar hij hoort dan niet in mijn wereld thuis. Kies een wereld, oké? Maak een keuze. Doe niet zo moeilijk. Waar kunnen we hier een Wither Skull? Oké, dat was makkelijker dan verwacht. Blijkbaar kan je ze dus ook gewoon in een Soulsand gebied vinden. Dat is perfect. Oh, ik moet wegkomen. Hier is ook helemaal vast. Hiermee kunnen we eindelijk deze enge patiënt uit mijn kantoortje zien te krijgen. Ik wil hem hier namelijk echt heel graag weg hebben. Ik hou niet zo van Withers in mijn kantoortje, oké? En oh, die Enderportaal staat er ook nog steeds. Ik ga me nou niet vertellen dat de volgende missie in de end gaat worden, hè? Of wel? Daar kom ik namelijk liever niet. Hey, meneer de Winner. Wil je alsjeblieft zo snel mogelijk oproepen naar mijn kantoor? Ik denk dat je nu wel gefixt bent. Ga naar de end. Ga naar de end en vind de laatste patiënt. En dat rijmt! Ik heb in de tussentijd ook wat meer koekje, wat meer broodjes van boven gepikt. Laat er alsjeblieft geen draak zijn. Laat er alsjeblieft geen draak zijn. Laat er alsjeblieft... Ah, we moeten de draak redden. Natuurlijk moeten we de draak... Oh, nee. Allemaal Endermans. Kijk maar alsjeblieft niet aan, Endermans. Ik ben gewoon de dokter. Ik heb net een vriend van jullie gered, oké? Ik sta aan jullie kant. Maar waar kan ik die draak vinden zonder er naartoe te kijken? Hij zal toch niet in het... Ah, hij ligt in het midden. Ik wil dit niet doen, oké? Had ik geen andere baan kunnen kiezen. Ik dacht dat we gewoon mensen en villagers gingen opereren. Wat moet ik doen? Ik moet je opensnijden. Oké, daar gaan we dan. Laten we dit zo snel mogelijk doen. Dit is de binnenkant van een Ender Dragon. Maak een nieuw End Crystal en een Receiver Core. Hoe maak ik dat? Ik kan wel een crafting table maken. Gelukkig heb ik wat hout mee. Dan kan ik kijken wat ik nodig heb. Oké, dit is dus blijkbaar wat ik nodig heb. End Bricks en End Stone. De Ender Pearl heb ik gelukkig al. Daar ben ik blij mee dat ik die nooit heb gegooid. Want anders moest ik nu nog een Enderman gaan killen. Daar heb ik niet zoveel zin in. We hebben alleen heel veel van dit End Stone nodig nu. Volgens mij kan je namelijk van deze blokken dit maken. Oké, dat stopt. Dat is precies wat ik nodig heb. Deze kunnen we namelijk zo opstapelen met dit eromheen. Een soort SpongeBob blokken lijken het wel. Dan kunnen we die in het midden doen. En dan hebben we een End Crystal Receiver. Die kunnen we nu in jouw hart plaatsen. Ah, dat ziet er niet zo al te best uit. En, oh nee. Moet die nou letterlijk opladen? Wacht eens even. Als de Enderman aan het opladen is, betekent dit dan dat hij zo tot leven gaat komen? Wacht eens even. Ik heb het gedaan. Hij is me dankbaar. Hij kan weer vliegen. Ik heb het gehaald. Ik ben de beste dokter ooit. Zonder bang te zijn. Klik op een van de 2 video's die hier naast me kan zien staan. Die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan. Doei doei.